Het is 2020. En wellicht mag je zelf een nieuwe laptop uitzoeken, omdat die van je oud is. Of je mag voor je bedrijf nieuwe hardware uitzoeken voor kantoor. Wij volgden de techbeurzen, struinden verschillende techwebsites af en testen heel veel laptops. En volgens ons zijn dit de beste keuzes voor 2020. Als je kijkt naar laptops heb je eigenlijk drie opties. Je kiest of voor een Chromebook, of voor een MacBook, of je kiest voor een Windows laptop. Laten we beginnen met de Chromebooks. Chromebooks zijn alleen geschikt voor mensen die 100% in de cloud werken. En dat zijn gelukkig steeds meer bedrijven. Je zit wel vast aan het Google-ecosysteem en dat moet je maar net prettig vinden als organisatie. In de Chromebook-categorie heb je op dit moment twee opties. De eerste is van HP. De X360-14B is het type nummer waar je naar mag zoeken. Het is een van de duurdere Chromebooks, maar voor €480 per werkplek is het een hele mooie optie. De Lenovo C340-15 is Chromebook optie 2 en die is nog €100 duurder. Beide laptops beschikken over een backlit keyboard, wat betekent dat je er ook in het donker goed op kunt tikken. Daarnaast hebben ze beide een touchscreen en zijn ze beide als tablet te gebruiken. De HP heeft beter geluid en het ontwerp is ventilatorloos, dus dat maakt de laptop heel stil. De Lenovo heeft een groter scherm van 15,6 inch. Daarnaast heeft hij een beter keyboard en heeft hij een numpad. Tot slot heeft hij betere processoren, zowel voor video als voor ruwe rekenkracht. Hij is daardoor echter dus ook zwaarder en de prijs ligt hoger. Omdat het best verschillende laptops zijn, is het wat meer een persoonlijke voorkeur. En ik neig daarbij naar de HP. Voor veel mensen is een Chromebook echter geen optie. Dat zie je vooral bij creatieven, de coders onder ons en mensen die bijvoorbeeld boekhoudkundige pakketten willen gebruiken. Je kunt namelijk geen software installeren op een Chromebook, je kunt alleen maar webapps gebruiken. Voor deze mensen mogen we gaan kijken naar MacBooks en naar Windows-machines. Laten we beginnen met Windows. Veel mensen kijken naar de Dell XPS 13 of zijn grote broer de Dell XPS 15. We hebben echter best wel veel problemen met deze laptops gehad. Driver-compatibiliteit was vooral in het begin, als je ze net aanschaft nadat ze gereleased zijn, een groot probleem. En we hebben van dit type drie stuks in de kast liggen, waarvan het moederbord binnen 2 jaar stuk ging. Wil je voor Dell gaan, die vaak wat krachtiger zijn aan de videokant, dan is het handig om daar standaard 3 jaar garantie bij af te sluiten. Ze hebben namelijk wel voor de prijs de meeste hardware. Omdat wij vooral gaan voor betrouwbaarheid, kijken we echter naar 2 andere opties. En de eerste daarvan is de Lenovo ThinkPad X1 Carbon. De X1 Carbon is voor ons een hele betrouwbare laptop gebreken, vooral in deze serie. En op dit moment komt de 8e generatie van de laptop uit in Amerika. De X1 Carbon valt net als de XPS-serie van Dell in de categorie Thin, Light en Powerful. In dezelfde configuratie is de Lenovo over het algemeen wel iets duurder dan de Dell. Je krijgt echte robuustheid voor terug, een goede bouwkwaliteit en een heel erg prettig toetsenbord. Op de X1 zit standaard 3 jaar garantie en er zijn verschillende soorten 3-jarige garanties. De mooiste is on-site garantie. Op dat moment komt er een monteur naar je kantoor of je werkplek toe, repareert je laptop terwijl jij een bakje koffie drinkt en daarna werk je gewoon weer verder. Als je nog even kunt wachten tot de 8e generatie van de X1 in Nederland uit is, krijg je het meeste bang voor je buck. Een derde optie is de HP Dragonfly. Het is wederom een thin and light en het is de lichtste van de drie, maar ook de duurste van de drie. Aangezien wij op het werk veel geven om privacy, is het echter een interessante optie. Er zit onder andere een hardwarematige knop op om je webcam uit te zetten. En de laptop is te krijgen met een privacy screen, waardoor die niet onder een hoek is af te lezen. Wat vooral prettig is voor de treinreiziger of de vlieger die niet wil dat men over zijn schouder aan het meelezen is. Al deze Windows laptops zijn te verkrijgen in verschillende configuraties. Daarbij kiezen wij altijd een aantal standaard dingen. Ten eerste kiezen we vaak voor de krachtigere processoren. Die zijn sneller en daarmee kun je simpeler sneller werken en gemiddeld wordt zo'n apparaat toch 3 jaar gebruikt. Daarnaast kiezen we vaak voor HD-schermen die mat zijn. HD gebruikt veel minder energie dan 4K, dus je kunt er gewoon langer op werken. En de matte schermen zijn veel beter af te lezen in de zon. En omdat wij vaak remote werken, is dat voor ons ook een pre. Verder kiezen we altijd Windows 10 Pro. De reden daarvoor is dat er encryptie, oftewel versleuteling van de harde schijf mogelijk is in Windows 10. En daarmee is de kans op een datalek bij bijvoorbeeld verlies van een laptop aanzienlijk kleiner geworden. Om de laptops up-to-date te houden gebruiken we third-party software en daarmee zijn de werkplekken goed remote te beheren, wat de IT-mannen altijd prettig vinden. We zijn een tijdje geen fan geweest van de Macs en dat kwam voornamelijk door het toetsenbord, wat gewoon veel te vaak stuk ging. Daarnaast zit er boven het toetsenbord een touchbar die we nog nooit hebben gebruikt en waarvan we het nut nog steeds niet inzien. Inmiddels is Apple echter een stuk verder en met het 3e generatie toetsenbord lijken de problemen te zijn verholpen. Wat ons betreft mag je de MacBook Air wel overslaan. Want voor €250 meer heb je al een MacBook Pro.
Deze is veel krachtiger en als je er iedere dag op werkt, is die snelheid gewoon heel erg wenselijk. Hij is wel wat zwaarder, dus als je heel erg om gewicht geeft, kan de MacBook Air voor jou misschien een optie zijn. Ben je van de foto- en de video-editing, dan mag je gelijk gaan kijken naar de 16-inch MacBook Pro. Ja, die is nog 1000 euro duurder, maar het is een enorm powerhouse voor deze doeleinden. En daarmee een grote, maar hele mooie optie. Wat de MacBook voor ons ook interessant maakt, is dat er goed is nagedacht over privacy. Er zit een aparte chip in die bepaalde data opslaat en de harde schijven zijn ook wederom weer goed geencrypt, oftewel versleuteld. Overal valt er in laptopland op dit moment heel veel te kiezen. Een beste oplossing is er eigenlijk niet. Er zijn alleen goede oplossingen voor de situatie die het best bij jou past. Denk goed na wat jij belangrijk vindt. Moet het een groot scherm zijn? Moet het een klein scherm zijn? Welk besturingssysteem past het best bij jou en je organisatie? En wat vind je belangrijk op het gebied van security, privacy of reparabelheid van de verschillende opties? Ik hoop in ieder geval dat we een aantal mooie dingen met je hebben besproken, dat je een aantal nieuwe inzichten hebt gekregen en dat je op basis van deze video een hele mooie nieuwe laptop uit kan zoeken. Veel succes daarmee!